Onze volgende gasten zijn twee politieke zwaargewichten nou, die er niet voor terugdeinzen om hun vrouwelijke kant te laten zien. In de flair van afgelopen week, dames en heren, lieten zij zich ombouwen tot Yvette en Johanna. Ja, kijk eens aan. Hier zijn ze. Dames en heren, wat ons betreft mogen ze vanaf volgende week hun eigen show krijgen op zondagavond. Dames en heren, niemand minder dan Johan van der Lanotte en Yves Le Terme! Heel blij dat jullie hier zijn, echt waar. Hadden jullie jezelf zo al gezien eigenlijk? Niet zo. Week. Ja? Deze week. Dus jullie is de flair? Ik weet dat niet wekelijks. Nee. Niet wekelijks. Kijk naar de plaatjes. Naar de printjes in ja. De flair. En u, meneer Van der Lanotte? Ja, ik heb hem al gezien in de flair, ja. Hel haar, is een vrouw, oh, ik schreeu, ja. Haar, vind je dat het een beetje gelukt is? In vergelijking met nu, ja, echt wel. Ja. Het schijnt dat leek op de afgeslankte versie van Jean-Pierre van Rossen. Ja. Dat is zo een beetje. Zeg maar, jullie twee zijn grote kanshebbers voor het premierschap dat er weer aan zit te komen, hè? Stilte. Ja, dames en heren, jullie beseffen het misschien niet, maar één van deze twee zou wel eens onze volgende premier kunnen worden. Dat is zo. Ja, dat is zo. De derde kanshebber, Guy Verhofstadt, hebben wij ook ettelijke malen gebeld en gevraagd, kom. En hij komt niet. Hij is aan het werk. En jullie moeten niet werken eigenlijk. Nee, vanavond. Jullie hebben hier tijd voor. Zeg maar, over de flair gesproken. Daar staan altijd van die hele leuke artikels in. Van wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland. En zo, wij lezen dat heel graag, ja. Ben ik. Maar hebben jullie er wel eens over nagedacht? Wat zou je meenemen als je nu op een onbewoond eiland zat? Wat is iets dat je zegt van, dat neem ik mee, dat laat ik niet los? Ik zou een drachtige geit. Een drachtige geit. Dat is slim. Want na verloop van tijd heeft hij geitjes, melk, vlees. Zou je dat opeten ook op dat onbewoond eiland? Als de nood het hoogste. Ja. En jij, Johan, wat zou jij eventueel meenemen? Ik zou Yves meenemen, want dan heeft hij een drachtige geit meer. Je zou ook Yves meenemen. We gaan even de proef op de letterlijke som nemen. En we gaan met jullie even op een onbewoond eiland zitten. Breng het eiland naar binnen, jongens! Zo, gezellig. We zitten op een onbewoond eiland, ja. Dames en heren. Dan zouden jullie goed overeenkomen, denk je, als je met twee op een eiland zou zitten? Het begin wel, denk ik. Want er komen natuurlijk een aantal dingen aangespoeld. Ja. Maar we zitten op dat eiland. In de branding. Je ziet de branding in de zee. Dames en heren, speel even mee het eiland. Doe een beetje mee water. De zee. Het is de hele zeehond. Oh ja, ja. En dan plots komen er aan de horizon twee dingen aangedreven. Oh. Ik kan al zien wat het is. Wat is het? Het zijn twee flessen. Ja. De flessen komen naar de bij. Ik zie niks. Ja, je ziet niets. Je moet het je inbeelden. Een beetje verbeelding aan de macht. Geven ze wel eens. De flessen komen naar de bij. Ja. En het is een fles whisky. En die andere fles, die doen we even open. En daar zitten 8000 mailtjes in voor Yves Le Terme. Die hem aanraden hoe hij dat eiland veel warmer kan maken. En dan begint het over dat vuur. Ik nee, je bent te snel. Maar dus, jullie zijn met twee. Ja. Jullie mogen één ding houden. Wat kies je? Je moet overleggen natuurlijk. Ik denk de fles whisky. Ja. Ik toch niet aan. Als hij de 8 mails leest, is goed. Dan zijn er 8000. 8000. Dus laten we de whisky dan maar nemen. Dat vind ik toch wel. Whisky, ja. De whisky. Vervolgens zien we daar toch twee spartelende lichamen in het water liggen. Ja, het zijn twee mensen. En als ze naderbij komen, zien we dat het, even de verrekijker pakken, Prins Philippe en Prins Laurent. Dat is een moeilijke ding. Wie mag er mee op het eiland en wie moet er naar Kamp Zuid? Laurent. Ja. Laurent? Jij houdt Laurent, jij ook?
Ik volg hem. Hier, ze komen zo goed over. Ja, hij is ongelooflijk, hè? Alsof ze in de toekomst gaan samenwerken of zo. Dus Laurent mag blijven? Ja? Laurent mag blijven, ja. En waarom Philippe niet? Omdat hij nog een land te besturen heeft. Die is nog maar plus, hij heeft ook wat connecties met de marine, hè? Dat kan ons ook helpen om van dat eiland. Ja. Ik zie daar een dik boek in een hele jaargang komen aangezwommen. Nee, je moet goed kijken. Dat is met die bril die je niet meer hebt. Die krasjes die werken toch niet echt goed, hè? Het is een bijbel en het is 20 jaargangen van de Playboy. Ja. We zullen niets gaan erg doen, we zullen die Playboy maar pakken, zeker. Ik denk dat, ja. Maar gaan we met die Bijbel daar heel de tijd in? Ja, weet het niet, Yves? Weet het? Nee, heeft gekozen. Echt met mij eens, voilà. We laten wel veel kiezen, hè. Oké, daar komen we nu aan, gezwommen, om toch eerst naar het eiland, Fidel Castro en de paus. Het zal lang duren voordat ze geraken. Maar die Castro die woont al op een eiland. Ja, maar nu moet ik een goed bij het denken. Castro woont al op een eiland. Ja, dat is juist. Maar laat hem op zijn eiland. Maar laat hem op zijn eiland. Nee, maar hij zit in de zee. Het is de paus, ja. Oké, ik heb geen doen toegeven. Ja. Wat is wel voor die Playboys? Het is een ruil. De Bijbel die stuurt terug, maar dan hebben ze toch de paus. Ja, het is dat wel. Je kent de Bijbel van buiten, hè. Oké. Oké, nog mensen die komen aangezwommen. Oei, het zijn vrouwen, zie ik. Ever Vodde of Freya van den Bossen? Voor mij Inge. Oké, voilà. We gaan Inge houden, ja. Ze komen echt goed overheen samen. Want Freya is nu waarschijnlijk aan het werken, dus ik mag ze haar niet aan doen dat ze naar hier zou moeten komen. Hè. Dus laat ze werken, dat jonge mensen moeten veel werken. En ondertussen, Inge is ook jong natuurlijk. Ja. Maar oké, het is goed, ja, oké. Wie heeft de meeste vrouwen in zijn partij eigenlijk? Wij. Ja? Ongetwijfeld, ja. Ben je er zeker van? Nee. Nee, maar het goed. Hij is daar ook niet zeker van. Wie eerst antwoord heeft gelijk. Ja, dat is zoiets, ja, inderdaad. Dat is voor één keer wat raar. Oké, een cd van K3 of een cd van Laïs? Ah, nee. We zitten op een onbewoond eiland, K3 is hier niet. K3. Ja, K3. Ja. Wat is het leukste nummer van K3 voor jou, Yves? Dat van Oma's aan de top. Ja. Ik ga even achter de bompepie doen als je dat weet. Oh, het begint plotseling te stormen op het eiland. Oh. Pas op, dan ga ik ook een stoot uit. Kijk, jullie zitten hier ondertussen al echt 3 jaar op dat eiland. Ja.